Paragraaf 6.4 gaat over de wetenschappelijke revolutie. En het kenmerkend aspect dat erbij hoort is, tadaa, de wetenschappelijke revolutie. Hoe moeilijk kan het zijn? Het gaat over wetenschap en het is dus vooral een culturele paragraaf. Wetenschap heeft namelijk te maken met hoe mensen denken. Bovendien kan wetenschap het denken over de mens en de wereld veranderen. Dat is ook wat er in deze paragraaf gebeurt. Een revolutie is een grote verandering die zich normaal gesproken in een zeer korte tijd voltrekt. En in deze paragraaf verandert de wetenschap dus. Maar dat gebeurt niet in een heel korte tijd. Dat is een langzame ontwikkeling die vanaf halverwege de 16e eeuw tot ver in de 17e eeuw doorloopt. En die wetenschappelijke revolutie begint met deze man. Nicolaas Copernicus. Een Poolse wetenschapper die een boek schrijft dat pas na zijn dood gepubliceerd wordt in 1543. In dat boek valt hij het zogenaamde geocentrische wereldbeeld uit de middeleeuwen aan. Het wereldbeeld dat ervan uitgaat dat de aarde het middelpunt van het heelal vormt en dat de zon en de andere planeten om de aarde heen draaien. Copernicus is het daar niet mee eens. Op basis van wiskundige berekeningen komt hij tot de conclusie dat niet de aarde, maar de zon het middelpunt van het heelal is. En dat is het zogenaamde heliocentrische wereldbeeld. Dat ziet er dus als volgt uit. Hiermee ging Copernicus lijnrecht in tegen de ideeën die tot dan toe bestonden. De oude Grieken Aristoteles en Ptolemeus hadden het geocentrische wereldbeeld bedacht en de kerk had het in de middeleeuwen maar wat graag overgenomen. De ontdekking van Copernicus zette in eerste instantie de sterrenkunde op zijn kop, maar vormde dus ook het begin van die wetenschappelijke revolutie. En voor die wetenschappelijke revolutie was al een eerste aanzet gegeven tijdens de Renaissance door de humanisten. Die humanisten waren namelijk heel erg nieuwsgierig. En bovendien hadden zij een kritische houding. Zij namen niet zomaar alles aan, maar wilden graag dingen zelf onderzoeken. En die twee zaken, nieuwsgierigheid en een kritische houding, die heb je nodig als je goede wetenschap wil bedrijven. Want daarvoor moet je nieuwe dingen willen weten, nieuwsgierig zijn dus. En daarvoor moet je niet zomaar alles aan willen nemen, maar moet je zelf dingen onderzoeken. Een kritische houding hebben dus. Maar toch zorgt dat humanisme nog niet voor een wetenschappelijke revolutie. Er waren namelijk tot ver in de 17e eeuw belangrijke belemmeringen. En de eerste belemmering lag in de waarde die werd toegekend aan de zogenaamde auctoritas. Daarin werd heel veel vertrouwen gesteld. De autoritas waren de oude Griekse en Romeinse wetenschappers. En ook de Bijbel was een autoriteit. Alles wat door de oude Grieken en de Romeinen werd beweerd en alles wat er in de Bijbel stond, werd voor waar aangenomen. En daar mocht je niet aan twijfelen. Dat vertrouwen in die autoritas zorgde er dus voor dat mensen niet zelf dingen gingen onderzoeken. Een tweede belemmering was de houding van de katholieke kerk. De katholieke kerk had namelijk een heel behoudende visie. Alles wat niet in het straatje van de kerk paste, dat werd meteen afgedaan als ketters. En voor een afwijkende mening kon je dus op de brandstapel terechtkomen. Nou ja, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat mensen minder snel geneigd zijn om nieuwe ideeën te uiten. Niet voor niets werd dat boek van Copernicus pas na zijn dood gepubliceerd. Toch komt er langzamerhand iets van wetenschap op gang en we zullen eens even gaan kijken naar de belangrijkste kenmerken van de wetenschappelijke revolutie. De eerste twee hebben we al gezien. Dat waren die nieuwsgierigheid, die we aan het humanisme te danken hebben. En dat was die kritische houding, die we ook aan het humanisme te danken hebben. Maar vanaf de 17e eeuw werd daar een heel belangrijk iets aan toegevoegd. Je kon wel nieuwsgierig zijn en je kon wel kritisch zijn, maar echt goede wetenschap wordt op een bepaalde systematische manier beoefend. En daarbij zijn drie dingen van belang. Je moet zelf gaan kijken hoe het zit. Je moet zelf gaan observeren. Je moet dus zelf naar de sterren gaan kijken. Of je moet zelf planten gaan bekijken en onder een microscoop leggen. Of je moet dus, zoals we hier zien, een menselijk lichaam zelf van binnen gaan bekijken. Je moet dus niet uitgaan van wat andere mensen eerder al gezegd hebben. Nee, je moet zelf kijken hoe het zit. Een tweede belangrijke manier om wetenschap te beoefenen is de zogenaamde empirie. Oftewel het gebruiken van ervaring. Zelf proeven doen en zelf bekijken hoe het precies zit. En hier zien we bijvoorbeeld een proefopstelling waarmee de kracht van stoom wordt onderzocht. En je kunt dus niet alles zomaar uit de boeken halen. Je kunt dus niet alles zomaar weten door dingen te bekijken. Je moet ook echt zelf onderzoek doen. En dat is empirie. En als laatste, als je dus zaken geobserveerd hebt, als je dus zelf allerlei proeven gedaan hebt, dan moet je alle conclusies, alle gegevens die eruit komen,
moet je natuurlijk wel logisch met elkaar gaan verbinden. En de logica is dan ook de laatste stap in die hele wetenschappelijke beoefening. Op deze manier werden er door de wetenschappers in de 17e eeuw allerlei wetten opgesteld waaraan de natuur bleek te voldoen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de wet van de zwaartekracht. En langzamerhand raakten mensen steeds meer doordrongen van het belang van de wetenschap. En bovendien kregen zij steeds meer het gevoel dat er via die wetenschap grote vooruitgang kon worden geboekt. En die wetenschap werd dan ook op alle mogelijke manieren gestimuleerd. Dat gebeurde onder andere door de uitvinding en de toepassing van nieuwe wetenschappelijke instrumenten. Hier zien we bijvoorbeeld een exemplaar van de allereerste microscoop, die door de Nederlander Antonie van Leeuwenhoek werd uitgevonden. Deze uitvinding zorgde ervoor dat zelfs de kleinste wezens in de natuur onderzocht konden worden. Een tweede stimulans werd gevormd door de wetenschappelijke tijdschriften die vanaf de 17e eeuw steeds meer uitgegeven werden. Daarin werd verslag gedaan van allerlei nieuwe ontdekkingen en van allerlei onderzoeken die gaande waren. En zo raakten ideeën over Europa verspreid. En een laatste stimulans hebben we in de vorige paragraaf ook al gezien. Dat is namelijk de oprichting van wetenschappelijke academies. In paragraaf 6.3 hebben we gezien dat Lodewijk XIV in Frankrijk een wetenschappelijke academie oprichtte. Maar ook in Londen werd bijvoorbeeld een Royal Society opgericht, waar wetenschappers samen konden werken en waar zij samen konden discussiëren en verder onderzoek konden doen. En dankzij al deze zaken raakte de wetenschap vanaf de 17e eeuw in een stroomversnelling.